Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers. Het programma waarin we aan de hand van een bijzonder gerecht een bijzonder persoon leren kennen. Een persoon die op zijn of haar manier smaak geeft aan de stad Breda. En deze week hebben we twee personen te gast. En dat zijn Gilbert Gooyers en Astrid Hellemans van een van de grootste bedrijven in Breda, CM. Ik ga ze ophalen. Hallo. Welkom. Hallo. Hallo. Leuk dat jullie bij ons te gast zijn. Ja, leuk dat we mogen komen. Geweldig. Gilbert, jij bent directeur van CM. Ik introduceerde jullie net als een van de grootste bedrijven in Breda. Kan jij mij uitleggen wat jullie bij CM doen? Ja, heel simpel gezegd sturen wij sms-berichten. En we verwerken betalingjes en we verwerken ook nog eens belverkeer. Dus we doen eigenlijk heel veel op een heel groot technisch platform. En de mensen kunnen dat terugzien in de maatschappij door als ze bijvoorbeeld zich identificeren bij de overheid met DigiD, dan krijg je een sms'je. Dat versturen wij dan. Of als je een betaling accordeert bij een bank, dan versturen wij vaak dat berichtje. Of als je stemt op een tv-programma, dan zitten wij daar vaak achter met techniek. En over hoeveel sms'jes praten we dan per dag? Ja, per dag miljoenen. Miljoenen versturen we de hele wereld over. Ja. Met recht een van de grootste bedrijven van Breda. En Astrid, wat doe jij bij CM? Wij verzorgen de lunch en alles op good food gebied. Dus dat proberen wij vooruit te streven. En over hoeveel medewerkers praten we dan? Of, dagelijks? We praten ongeveer op 135 medewerkers per dag. Ja, die lunch moeten we krijgen. Hè? Ja. Ja, we hebben verspreid eigenlijk over meerdere landen personeel zitten. Maar hier in Breda is ons hoofdkantoor. En ja, Astrid en haar team die zorgt ervoor dat de mensen elke dag gezond eten krijgen. Dus we zijn hier op de ideale plek bij de Hanos. Nou, dat is mooi dat jullie daar ook binnen jullie bedrijf zo gepassioneerd mee bezig zijn. Dat gaan we hier ook doen. En we hebben een hele leuke gastchef gevonden, Ralf Geerts van het bedrijf Ravanello. En hij is ook heel innovatief bezig, net zoals jullie, alleen dan in de keuken. Dus ik nodig jullie uit om met me mee te gaan naar de keuken. Ja? Oké, okay, heel leuk. Hoi Ralf. Goeiedag. Al druk bezig. Ja. Onze gasten. Hallo, Ralf Geerts. Astrid. Hallo, Ralf Geerts. Aangenaam. Je bent al hard aan de slag, zie ik, in de keuken van de Hanos ISPC, waar we jou als gastchef hebben uitgenodigd. Ja. Heel leuk. Ik wilde graag zeggen, kan je me wat vertellen over jouw bedrijf? Ja, zeker. Nou, mijn bedrijf is Ravanello en wij houden ons daar bezig met conceptuele productontwikkeling. Dat betekent dat we wat in vergelijking met de chef-kok, dat we wat verder kijken dan wat er op een bord gebeurt. We hechten heel veel waarde aan de herkomst van onze producten bijvoorbeeld. Maar we proberen ook altijd te kijken wat voor verhalen we kunnen vertellen aan de hand van onze ingrediënten. Heel innovatief bezig met eten. Ja, innovatief, conceptueel. Want ik zei chef, maar ik moet eigenlijk zeggen food designer. Ja, ze noemen het een food designer, omdat je bent wel breder georiënteerd inderdaad. Oké, en wat gaan we vandaag maken? Ja, we gaan vandaag, omdat we in de winter zitten, gaan we een aantal bereidingen van uisoorten doen. Dus we gaan prei, kleine uitjes, maar ook witte uien, bieslook. We gaan verwerken in een gerecht en daarbij komt op de huid gebakken zeebaars. En een mooie verse langoustines. Dat klinkt heel lekker. Ja. Maar we moeten de ingrediënten wel gaan halen. En daarvoor gaan we binnen het programma eigenlijk altijd de winkel in. Dus ga jij ons voor? Ja, is goed. Ja? Oké. Okay. Aangekomen op de visafdeling van de Hanos ISPC. Ralf, wat hebben we nodig? We zijn op zoek naar mooie verse zeebaars. Dan ben je op de juiste afdeling. Ik heb er hier eentje liggen. Zoals ze noemen, een zeebaarsmiddel. 1-2 kilo. Afkomstig uit Zuid-Europa, Portugal, Spanje. Vannacht hier aangeleverd. Een topproductje. Nou, laat maar zien dan. Nou, ziet er goed uit inderdaad. Mooie heldere ogen. De kieuwen mooi rood. Geeft aan dat hij echt goed vers is, dus deze willen we graag meenemen. Dat kan, dan gaan we die voor je inpakken. Dankjewel. Anders nog iets, Ralf? Ja, ik zou ook nog een paar mooie verse langoustines willen. Dan gaan we die voor je ook pakken. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, tot ziens. Heel goed. Ja.
verder met de inkopen. We zijn op de groenteafdeling aangekomen. Wat hebben we hier nodig? Ja, we gaan hier onder andere wat gember meenemen. Dat gaan we gebruiken als smaakmaker voor het zoetzuur maken van de uitjes. Als bijgerecht? Of dat is... Ja, dat is een van de garnituren. En we gebruiken daar verschillende specerijen in. Onder andere deze gember. En ook op deze manier, zo in rauwe vorm? Nee, dit is een verse gember, maar we gaan hem dun schaven en dan doen we hem drogen. Dus dan verandert de smaak wat. En die gaan we dan gebruiken voor het inmaken. Klinkt heel leuk. Ik heb er nu al zin in. Ja, lekker. Nou, in de kar en dan gaan we door naar de prei. Ja, zeker weten. De prei. Ja, we zijn bij de prei aangekomen. We gaan de prei zo meteen zacht garen in roomboter. Dus het is belangrijk dat ze een beetje van dezelfde dikte zijn. Dus dat gaan we nu even uitzoeken. Oké. Even helpen uitzoeken. Ja, laat me eens even meekijken. Nou, deze. Is het misschien niet beter dan iets dunnere? Ja, zeker. Maar ik haal ze er eventjes op. Dat kunnen we goed bij. Dit zijn mooie dunne. Ja. Dus dan is de kern zo nog niet zo vezelig. Hebben we genoeg aan twee of moeten we er meer hebben? Nee, we nemen er 5 stuks mee en dan kunnen we straks de mooiste uitzoeken. Oh, hartstikke goed. Ja. Gaan we die lekker klaarmaken? Zeker weten. Hè? Gaan we nu naar de keuken? In de kar. Dag Charles. Goedemiddag. Alles goed? Alles wel? Alles wel. Ik heb 2 gasten meegenomen. Perfect. En ja. in de keuken bereidt Ralf nu een ontzettend lekker visgerecht voor. Ja. Zeebaars. Ja, klopt. Vis moet zwemmen. Vis moet zwemmen, absoluut. Ja, witte wijn natuurlijk. En ik had gedacht, omdat hij nogal wat leuke saus erbij heeft, om daar een oer chardonnay, dat is Chateau Marceau, voor te nemen. Omdat ze hun hem nogal droog assembleren. Mm-hmm. En de zure heeft. He, dat komt uit de Côte d'Or. Goudkust, hè, Bourgogne. En het is heel geschikt voor vis met een saus die wat zwaarder is. Dat is mooi. Bij CM voor de lunch, ik neem aan geen wijn. Nee, absoluut niet. Anders kunnen ze niet meer werken. Dus dat gaat hem niet worden. Ja, niet bij onze Nederlandse collega's. Maar we hebben natuurlijk ook een vestiging in België. Ja. En daar, als we daar geen wijn hebben met gasten, ja. dan staan we wel raar te kijken daarom. Ja. Hele andere lunchcultuur in België. Hebben we zin om een glaasje te proeven? Absoluut, zeker weten. Lekker? Ja, tuurlijk. Ja. Oké. Je wil hem opengemaakt hebben natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Uiteraard met kurk. Want je ziet in de nieuwe wereldwijnen dat ze schroefdop hebben. En dat is in de Franse keuken nog steeds not done. Is het Chardonnay ook, is het een vette wijn? Zeggen ze wel eens, hè? Het is een vette wijn. Dat kan gemaakt worden, maar je ziet bij deze, als je hem walst, hij blijft een beetje aan het glas hangen, maar dit is toch iets mineraler, iets droger. Even proeven? Ja. Hij ruikt lekker. Ja. Heerlijk, hij ruikt lekker en de smaak is ook heerlijk. Ja. Ik zeg, die nemen we mee? Ik zou zeggen, proost. Dan gaan we nu echt aan de slag. Handen uit de mouwen, denk ik. We gaan aan de slag. Handen uit de mouwen, schort aan. Ja, alsjeblieft. Ja, gaan we beginnen? Ja. Leuk. Nou, ik heb de pannetjes. Ik laat jullie daarbij. Ik kom zo eventjes proeven. Ja, helemaal goed. Leuk, ja? Tot zo. Nou, ik heb het pannetje met water heb ik al opgezet, want we gaan zowel de uitjes als de preien bereiden. En om de uitjes wat makkelijker te kunnen pellen, doen we ze eerst even kort blancheren. Ja. Dus dat is alleen maar om het schilletje eraf te halen, dan pellen ze zo meteen wat makkelijker. Hoeft maar heel erg kort. Zo, en dan zetten we de uit, laten ze heel eventjes liggen. We gaan ondertussen aan de gang met het zoetzuur voor de uitjes. Ja. En dan mogen we wat de specerijen voor gevijzeld worden. Ja.
Dat kan ik wel. Helemaal goed. Kijk. Kijk. We hebben daarvoor wat mosterdzaad. Gewoon stampen, hè? Ja, helemaal fijn stampen. De gember die we hebben meegenomen, die hebben we gedroogd. Dus dan verandert de smaak een beetje. Oh ja, heerlijk. Lekker. Heet super sterk. Echt lekker. Toen was dan nog best wel een gepiel eigenlijk. Ja, ja. Dat is echt een klusje wat je eigenlijk met een grote groep mensen moet doen. Grote zak uitjes op tafel en dan met z'n allen gezellig een uurtje pellen. En dan ben je voor de komende tijd wel klaar. Kijk. Nou top, dan zetten we deze even aan de kant. Want dan gaan we met de prei beginnen. Dus we hebben de prei, hè. Het was belangrijk dat het dezelfde dikte is. Ja. En we gaan daar, die gaan we zo meteen garen in burner zet. En burner zet is eigenlijk een boter die we eerst gaan verwarmen. En het eiwit wat dan in de boter zit, dat gaat dan kleuren, waardoor dat je een beetje een notige gebakken smaak aan de boter krijgt. Dat gaan we eerst wel eventjes doen. Ja, doe je dat met roomboter? Ja, we pakken daar mooie rauwmelkse roomboter voor, dus daar zit de meeste smaak aan. Ja. Omdat ja, een prei is natuurlijk iets simpels, maar door er met mooie producten smaak aan te geven, maak je er toch echt wel iets speciaals van. Ruik al echt een zuurige ruik. Ja, echt heerlijk. Ja. Ja. Mooi. Mag ik Gilbert alvast mee aan tafel nemen? Jazeker. Kunnen jullie twee culinaire dat vast samen verder af? Ja, gaan wij zeker doen. Gaan komt wij straks het resultaat proeven. Ja, ja. Komt het goed. Nou, ja. Gilbert, ga je me voor? Ja. Want ik wilde graag heel even kort een filmpje laten zien over CM. Zodat we even een goed beeld krijgen van wat ze nou precies doen. CM stuurt internationaal sms en andere mobiele berichten voor bedrijven. In die gemiddelde seconde verwerkt CM meer dan 100 berichten voor haar klant. Dagelijks verwerkt CM sms-verkeer in 190 landen. Daarnaast handelt CM jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro mobiele betalingen af. Klanten zijn grote en kleine bedrijven, overheden, goede doelen en media. Die organisaties zetten sms in om snel nieuws te verspreiden, om wachtwoorden te versturen en om geld te verdienen. CM werkt met 120 medewerkers vanuit kantoren in Nederland, België en Engeland, waarvan een deel in ploegendiensten werkt, zodat er dag en nacht mensen op kantoor aanwezig zijn. CM heeft eigen datacenters en een eigen beveiligd netwerk met honderden telecomproviders in de wereld. CM, Connectivity when it matters. Nou, indrukwekkend. Schortheid. Ja, Schortheid, ik ben er helemaal klaar voor. We hebben net een filmpje gezien waarin we een beetje een beeld hebben kunnen krijgen wat CM is. Ja. Indrukwekkend dat je eigenlijk begint als sms-dienst voor de clubs en discotheken en dat dat dan in 16 jaar uitgroeit tot een bedrijf met hoeveel klanten? Ja, zo'n 20.000 zitten we nu op inmiddels. In 150 landen, vertelde je? Ja, over de hele wereld worden onze berichtjes afgeleverd. Ja. Miljoenen berichtjes per dag. Ja, ja, we begonnen bij één discotheek eigenlijk. Ja, vertel daar eens wat over. Nou ja, dat was discotheek High Street in Hoogstraten. Ja. Het gebouw staat er nog, hè. Op dit moment is die gesloten, zoals eigenlijk best wel veel discotheken op dit moment niet meer open zijn. Maar destijds was er echt een uitgaansleven in discotheken. En in 1999 was dat. Wij sturen dan voor zo'n discotheek berichtjes naar hun bezoekers. Hè, om ze te informeren om weer aanstaande vrijdag naar de discotheek te komen. Ja, en die sms'jes, hoe kwamen jullie eraan? Aan die nummers, hoe kwamen jullie aan nou die ja, nummers? Nou ja, eigenlijk de afgelopen 16 jaar is het altijd een leertraject en een verbetertraject geweest. Zeg maar. En ons eerste leerpunt was dat we gingen in de wachtrij. De discotheek had nog een rij met wachtende mensen voor de deur staan. Dus in die wachtrij gingen wij vragen naar de gsm-nummers van de mensen. Nou, de eerste keer deed ik dat samen met mijn compagnon, maar dat was niet zo heel succesvol. Toen dachten we van, hé, we kunnen beter een paar knappe vriendinnen vragen om nummers te vragen. Ja, ja. Maar dat werkte ineens heel erg goed. Dus we verzamelden die nummers van die discotheek. En dat was een bestand. En wij stuurden dan een berichtje naartoe. Eigenlijk vrij simpel. Om meer mensen naar de discotheek te krijgen. Ja, te informeren. Hè. Je moet je voorstellen, in 1999, internet was nog niet zo ver gevorderd. We hadden geen smartphones. Hè. SMS was heel nieuw en hip. Ja, serieus. En er waren de eerste hele hippe mensen, de early adapters zo gezegd. Die hadden al een featurephone, een simpele telefoon. Ja. En daar konden ze dan een berichtje op krijgen. En als je dan een berichtje krijgt van je favoriete discotheek, dat was best wel een ding, zeg maar. Dan was je wel de man op het schoolplein. Jij discotheek en jouw partner, Jeroen van Glabbeij, die zijn toen... Ja, we met z'n tweeën zijn we begonnen. CM begonnen. Ja, we studeerden in hetzelfde jaar op de universiteit in Eindhoven. En we vonden het wel leuk om ons eigen werk te gaan creëren eigenlijk. Ja, nou ja, dat is als dat in je zit, is dat natuurlijk ook altijd heel erg leuk. Want CM stond voor Club Message. Ja, zeker.
een vrij logische naam, hè? Omdat we messages sturen voor clubs, voor discotheken. Een club, een groep mensen. Alleen, ja, ik zei net al, hè, er zijn wat minder discotheken gekomen. Dus we zijn ook altijd op zoek gegaan naar andere markten. Ja. Dat is wel heel erg belangrijk geweest ook voor ons bedrijf. Om te kijken waar je je product nog meer kan wegzetten. En zo kwamen we in contact met de financiële sector, met de ziekenhuizen, met de overheid. En ja, Club Message was dan een iets te catchy naam eigenlijk. We hebben er CM van gemaakt, we hebben het afgekocht. En met die naam gaan we nu doorleven. Hè? CM Telecom. Ja, CM Telecom. Maar niet alleen dat, denk ik. Ik denk dat het ook op een gegeven moment ook niet meer de lading dekte. Want als ik kijk naar jullie klantenportfolio en in de sectoren waarin jullie actief zijn, ja, indrukwekkend. Ja. En divers. Ja, klopt, klopt. Dus we zijn in de afgelopen 16 jaar divers gegaan in onze markten. Hè? Zoals ik zei, ziekenhuizen die een berichtje sturen voor no-show-reductie. Hè? Dus om te voorkomen dat mensen vergeten dat ze een afspraak hebben bij bij de arts. Krijgen ze een reminder, kom morgen naar je afspraak. Bevestigen van een betaling die je doet bij een bank bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Het is inderdaad vrij divers geworden. En niet alleen sms hebben we als product, maar we hebben ook andere producten de afgelopen jaren erbij gekregen. Ja. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, eigenlijk een belangrijk product wat we nu voeren is betalingen. Dus wij hebben een platform waar online, op een online website, afgerekend kan worden voor het product dat je daar gekocht hebt. Alleen wij verwerken dan die betalingen voor die website. Een vrij nieuw product en dat is eigenlijk ook het... Hoe, sinds wanneer doen jullie dat? Ja, sinds een half jaar. Het is echt in opbouw. Oké. Okay. Ja. En dat doen jullie CM Payments? Ja, dat is CM Payments. Ja. Oké. Okay. Ik las in jullie boek, want jullie bestaan dus nu 16 jaar, maar jullie hebben een heel mooi boek uitgegeven toen jullie 15 jaar bestonden. Een motto, if everything seems under control, you're just not going fast enough. Ja. Met andere woorden, als je denkt dat ik heb het onder controle, dan ga je gewoon niet snel genoeg. Ja. En zeker in een bedrijf waar techniek zo belangrijk is, moet je denk ik ook zo denken. Ja, ik denk al onze collega's die bij ons werken, dat motto eigenlijk wel herkennen. Dat we een vrij dynamische omgeving zijn, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld, we wisselen nog wel eens van werkplek intern. Hè? Mensen wisselen nog wel eens van functie. Als ze iets anders leukers vinden of iets anders beter kunnen, dan is daar de vrijheid om dat te doen. Want hoeveel mensen werken er nu bij jullie? Nou, we zitten nu op zo'n 170, 180 mensen. We verwachten in 2016 naar 200 man te gaan. Ja. Een hele grote werkgever ook in Breda. Ja, ja, we komen mee in het rijtje bovenaan inmiddels. Ja, ja, ja. En je zegt net, dat is heel kenmerkend, die bedrijfscultuur. Ja. Belangrijk dat mensen doen waar ze goed in zijn. Doen waar ze goed in zijn en met name wat ze leuk vinden om te doen. Je kent het zelf misschien wel als je collega's of vriendinnen of vriendinnen spreekt. Die klagen altijd over hun werk. Ja. En vanaf begin af aan, toen het bedrijf startte, vonden we dat zo zonde. Weet je wel? Het is een belangrijk deel van je leven dat je op je werk bent. En waarom kun je nou niet gewoon iets doen wat je leuk vindt? Dat klinkt nog steeds heel raar voor mensen, maar wij proberen dat echt wel in de praktijk te brengen. En dat lukt ook. Maar mensen solliciteren dan van, ik ben goed in dit, ik vind dit heel erg leuk, ik wil dat graag bij jullie komen doen. Ja, wij zoeken het werk bij de persoon. Dus het is niet zo dat we een functie hebben naar iemand voor nodig hebben. Nee, we komen iemand tegen of iemand stuurt een open sollicitatie. Ja. Je babbelt ermee en dan denk je van, oh wacht even, je vindt dat leuk, je kan dat goed. Nou, daar hebben we nog wel werk in. Een beetje een omgedraaide wereld eigenlijk. Ja, maar wel heel leuk. En ik denk dat als je vooruitstrevend wil blijven en de techniek, dat hoor je altijd, alle technische bedrijven moeten die voorsprong houden. Ja. Dan moet je misschien ook wel heel anders denken. Je moet anders denken en de voorsprong houden. Anderzijds is het ook wel belangrijk dat je timing juist is. Hè? Als je met alles te vroeg bent op een markt, dan is er vaak nog geen markt. Dus daar kun je ook nog niet zoveel business in doen. Hè? Heb je daar een voorbeeld van in jullie... Gelukkig niet zozeer in ons eigen bedrijf. We kijken graag af, we leren graag van fouten van anderen. Maar vroeger in het jaar 2000, hè, je kent misschien nog wel World Online, dat hele verhaal, de beurzen instorten. Ja. Destijds waren er al best wel veel bedrijven bezig met het online shoppen, online mobiele websites, maar daar was toen nog geen vraag naar. Nee. En dan al die bedrijven zijn ook failliet gegaan, omdat er toen geen business was. Hè. Dus het is, je kunt wel een goed idee hebben, maar timing, dat zijn nog 10 keer belangrijker dan een goed idee. Nou, jullie geven denk ik zeker smaak op economisch gebied aan de stad Breda. Dat is mij wel duidelijk geworden, want ik kende jullie voordien niet. Maar dan worden jullie ook nog sponsor van NAC. Ja, ja. Nou, vorig jaar. En dat doen jullie dan ook nog op een ontzettend ludieke manier en maken jullie dat bekend.
Nou ja, wat je hier ziet is de bekendmaking op de grote markt. Samen met Justin en het marketingbureau van NAC ook eigenlijk bedacht. Ja. Justin is de baas van NAC. Van NAC, ja. Ja. En ja, vond het leuk om bekend te maken, zeg maar. Dat is een sponsor waar geworden. Het was voor ons best wel een stap. Hè. Het is toch een voorname voetbalclub in Nederland. Ja. Maar we hebben er... We zijn er heel erg blij mee. Met de ambitie samen naar de Eredivisie. Samen naar de Eredivisie. Ambitie ja, ja. Is jullie niet, ja. Daar zijn nee. Jullie niet vies nee. Van. Nee, en NAC ook niet. Dus en NAC ook niet, dus dat is een goede ja. Combinatie. En, nee, ja, we hebben eigenlijk twee redenen gehad om dit te doen. Hè. Enerzijds om dat nieuwe bedrijf, CM Payments, wat meer bekendheid te geven. Ja. En anderzijds om lokaal als werkgever wat bekender te worden. Hè. We zijn snel groeiend, we hebben veel developers nodig, programmeurs. Ja. Maar ook mensen van allerlei achtergronden eigenlijk. En dan helpt het als mensen je herkennen, hè? Als ze het bedrijf al een keertje gezien hebben of gehoord hebben. En ja, dat is eigenlijk wel heel succesvol geweest in de samenwerking met NAC. Ja, en dat hebben jullie ook gedaan met de Avans Hogeschool? Ja, zeker. Ja, Avans is een mooie broedplek van talent uiteraard. Ja, hè? Daar, ja, ja. Daar wordt talent gekweekt. En zo hebben we met NAC een mooi project gedaan. Dat ging rond het 40 jaar avondje NAC. Je kent het wel, het is een fameus avondje NAC. Ja, ja, ja. En 40 jaar geleden was het voor het eerst dat ze lichtmasten hadden in het NAC-stadion. Ja. En dat ze dus 's nachts of 's avonds konden gaan voetballen. Hè. Het avondje NAC was ontstaan. En onlangs in december hebben ze dat gevierd, dat het 40 jaar geleden was. En wij hebben een challenge, een dev challenge zoals het heet, een development challenge uitgezet in de markt. Ja. Van wie kan een hele mooie app maken die het licht brengt naar het publiek in het stadion. Oh, geweldig. Ja. En de winnaars hebben diverse teams meegedaan. Maar de winnaars was een lokaal team van Avans hier in Breda. Een team van zo'n 8 hele leuke slimme studenten. En die hebben een prachtige app gemaakt. Ja. En dan zagen we al die lichtjes, alle lichtjes in het stadion weer ja, terug. Zeker. Fantastisch. Ik zie het eten al aankomen. Kijk. Dus gaan we eens eventjes kijken wat het geworden is. Lekker, honger. Zo. Kijk eens aan. Kijk eens. Oh, een schilderijtje. Mooi. Ja. Wauw. Zo voor u de zeebaars, krokant gebakken op de huid. Dan de lange sinaas, die zijn rauw, die hebben we alleen even gebrand. En verschillende bereidingen van ui. Dus we hebben een puree van gebakken ui, zoetzure uitjes, een stukje prei en wat dieslook. Geweldig. Ziet er echt geweldig uit, Ralf. Ik wil jou dankjewel zeggen ja, voor jouw komst en voor het bereiden van dit mooie gerecht. En ik wens je heel veel succes. Heel veel mooie, innovatieve foodprojecten. Dat zal wel lukken. En we komen elkaar vast nog een keertje tegen. Maar goed, eet smakelijk. Dankjewel. Dank u. Dan schenk ik jullie nog een lekker glaasje witte wijn in. Ja. En de Chardonnay die we daar straks hebben uitgezocht. Nou, dus jullie mogen lekker gaan genieten van je gerecht. Met een heerlijk glaasje witte wijn en Chardonnay. Nou, lekker. Oh, eet zelf ook een beetje, hè? Zelf ja, gemaakt, hè? Ja. Wel mooi, jouw passie. Ja, hè? Zeker weten. Hè? Het is belust in mijn leven. Dus, gaan we dit nou bij Sam ook eten? Mooi, zeker weten. Okay. Gaan we doen. Oh. Top, alsjeblieft. Nou, smakelijk dankjewel. Eten. Dankjewel. Ja. Gilbert, ik zeg proost. Ja. Eet smakelijk. Heel leuk om jou wat beter te leren kennen. En om wat meer over Sam te weten. En over 2 weken zijn we er weer. En dan is onze gast op 1 maart Kees Meeuwis. En samen praten we met hem over zijn smaakmakende initiatieven in Breda. Sta niet zo stil. Heerlijk. Heel lekker. Jij houdt ook wel van. Een beetje dit soort lichtere visgerechten. Ja. Dat is wel gezond. Ja. Maar heel gezond. Met gezondheid. Ik probeer mijn best te doen. Met gezond eten. Nou. Stil uit eten, zeg maar. Hè. Ja. Met werk en zo. Dus dan, relaties, nieuw contact. Ja, ja, ja. Ik probeer wel lichtere gerechten uit te kiezen. Ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda.